Niet bekend bij het grote publiek, wel een drijvende kracht achter de schermen. Edgar van Leest, de strateeg van Brainport Development. Want de high-tech regio Eindhoven wordt gezien in Den Haag. De kracht van de regio wordt na jaren van lobbyen erkend, waarmee er de komende jaren mogelijk veel meer in de regio zal worden geïnvesteerd. In wegen, cultuurvoorzieningen of technisch onderzoek. En daar had Van Leest een belangrijk aandeel in. Dinsdagavond nam hij afscheid. Ja, deze regio heeft heel veel aan hem te danken. Je hebt altijd mensen achter de schermen die het overzicht behouden, dingen bij elkaar brengen. Ja, en daar informatie uithalen en die op zo'n manier weten te presenteren. Bijvoorbeeld in Den Haag, van moet je eens kijken naar deze regio, zie eens wat hier allemaal gebeurt. Is het niet gek dat in vergelijking met andere regio's deze regio iets minder krijgt? Of in enkele gevallen zelfs veel minder? We waren van een redelijk onzichtbare positie als het gaat om ons gemeenschappelijke economisch belang als Brainport Eindhoven. Zijn we opgeklommen naar toch een vaste basispositie, zoals ik dat genoemd heb. We zijn vast gespreksonderwerp van Kamerleden, van ministeries. En het is ook nodig omdat we een heel aantal zaken van ons vestigingsklimaat in Den Haag de sleutel ligt. Eén baan in onderzoek en ontwikkeling, heb ik van Edgar geleerd, levert 9 banen op in de keten. Dat wil zeggen in de stad. Hè. 1 onderzoeker houdt dus 9 mensen aan het werk. Hè. In de supermarkt, onderwijzers, taxichauffeurs, mensen in de hotels. Maar ook in de toeleveranciers, hè, die componenten of systemen leveren aan ASML. Dat soort dingen, dat is wat Edgar op de achtergrond deed. Dus de cijfers verzamelen en daarmee een duidelijk verhaal vertellen in Den Haag en aan de rest van de wereld. Mooie woorden dus over de rol die Edgar van Leest heeft gespeeld in het op de kaart zetten van de Brainport-regio in Den Haag. En toch wordt er ook hier op de borrelende afloop veel gesproken over dat het nog geen gelopen race is. Want we hebben veel geld gevraagd aan Den Haag, maar het is nog lang niet zeker dat al dat geld er komt. Het is nooit een gelopen race in Nederland. Ik bedoel, je steekt je hoofd boven het maaiveld uit en er staat altijd wel iemand met een zeis klaar. De wereld van de hele harde economische cijfers laat zien dat deze regio voor de Nederlandse economie echt bovengemiddeld van waarde is. We push way beyond our weight en dat is ook gewoon zo. Maar als je zichtbaar wordt, als je je uitspreekt, dan krijg je in Nederland ook altijd weerwoord. En er is altijd wel iemand die het graag wil relativeren. All in the game. Zoals het in de politiek gaat, moeten investeringen altijd afgewogen worden tegen andere belangen. En ja, dat is ook aan de politiek om die afwegingen te maken. Wij pleiten heel erg voor het investeren in het verdienvermogen van de technologische industrie in de Brainport Eindhoven. Een plan daar neergelegd in Den Haag, waarvan als je daar met goed verstand naar kijkt, dat je begrijpt dat het slim is om de euro's die je als Nederland hebt om te investeren in de economische ontwikkeling van het land. Om daar ook een flink aantal van hier te investeren. Omdat het rendement op zo'n euro dan gewoon hoger is dan als je hem op een andere plaats investeert. Dit voorjaar wordt duidelijk hoeveel het kabinet extra wil investeren in allerlei voorzieningen in de regio.